Ik ben Klaas Schaft. Wat de Pot Schaft is mijn bedrijf. Een onderdeel daarvan is Frietencampagne. Frietencampagne staat voor friet, vers van het land. Geen schilmachines of wat dan ook, gewoon aardappels in de schil. En mooi voorbakken, mooi afbakken, kruiden erover en meegeven. Dit is hem dan, de Renault Goulet. Is gewoon in Nederland de enige te vinden in deze uitvoering. Ik heb hem opgehaald uit Zuid-Frankrijk, ben gaan zoeken op internet. Franse sites afspeuren, dat gaat heel leuk als je geen woord Frans spreekt. Uiteindelijk gevonden in Zuid-Frankrijk. Het mooie is wel dat er eikenbalken onder zitten. En die heb ik dan ook weer teruggeplaatst. Ik wou opvallen, uniek zijn. En ik zocht een auto die uitstraling had, karakter. Deze auto is zo gemaakt alsof hij zo van het platteland gereden komt. Met een zak aardappels achterop. Om de friet bij de evenementen te gaan bakken. De friet die ik maak, daar heb ik mijn eigen procedure voor ontwikkeld. Ik heb geluisterd naar andere frietbakkers, hoe zij het doen. En ik heb het idee dat ik naar gelang de aardappel mijn eigen frietje weet te bakken. We snijden de aardappels en we wassen ze. We schillen ze niet. Juist het schilletje geeft net dat extra krokantje aan de friet. Daarna bakken we het voor op de temperatuur rond de 140 graden. En een tijd naar wat de aardappel nodig heeft om een mooi dik korstje te krijgen, een mooi gaar frietje. Daarna bakken we hem af op 180 graden en hebben we een heerlijke mooie krokante friet die niet al te donker kleurt en toch lekker krokant is inderdaad. En daarna doen we een klein beetje zout overheen, een beetje zeezout, een klein beetje kruiden, rozemarijn, om net even een ander tintje te geven. Deze herfst neem ik mee naar Vol van Smaak, in ieder geval natuurlijk de nieuwe oogste aardappels. Dat zijn natuurlijk de heerlijke aardappeltjes met een heel mooi dun schilletje. Ja, dat is een perfect product waar we eigenlijk al lang op zitten te wachten weer. In de zomer zitten we natuurlijk met een aardappel die toch al begin van het jaar van het land gehaald is. En in koelruimtes wordt opgeslagen en natuurlijk toch langzaamaan steeds slechter wordt. Zodat je eigenlijk in juni, augustus toch eigenlijk met een behoorlijk moeilijke aardappel moet gaan bakken. En gelukkig is daar niet zo heel lang meer, dan komt er een nieuwe oogst. Nou, Vol van Smaak neem ik de nieuwe aardappels mee en ik ga zelf een heerlijke truffelmayonaise maken. En dan gaan we een heerlijk frietje maken. Ik hou van eenvoudige producten. Dat was vroeger al in de keuken, was dat zo. En dat heb ik nu nog steeds met mijn friet. Ik wil gewoon één goede friet maken. Er komt niks anders in mijn frituur. Friet is gewoon wat ik maak en daar wil ik de beste in zijn.